Delfshaven is een van de, historische plekjes. Zeker omdat ik er geboren ben. Ik ben hier geboren en getogen. Ja, eigenlijk is dit natuurlijk het plekje waar de sfeer van sneeuw, het ijspret en zo wel het mooiste tot z'n recht komt. Het sneeuwt natuurlijk niet zo vaak in deze hoeveelheden. Dus dat zijn natuurlijk opnames die je eigenlijk overal in Rotterdam en de regio maken kan. En als een soort stok, als een soort voorraad werken. Want over een jaar zegt iemand van ik zoek een kerstkaart. Heb je een foto van Delfshaven in de sneeuw of zoiets? De foto's van Martens worden verkocht als kalenders, ansichtkaarten en fotoboeken. Hij vaart wel bij het chauvinisme van de Rotterdammers. Mensen zeggen ja, als ik de Brinoerbrug overrij en ik zie dan die stad, dan denk ik wel, wauw, wat een stad. En dat heeft de Rotterdammer in zijn bloed. En ja, ik ondersteun dat alleen maar en ik maak het zichtbaar. Martens vindt zichzelf meer een geschiedschrijver dan een kunstenaar. Hij registreert de veranderende stad. Iedere tijd heeft zo zijn fotograaf die bepaalde dingen vastlegt. En zo heb je in de middeleeuwen had je mensen die landschappen schilderen, die steden. Op de Delfsblauwe tegeltjes kom je ook stadsgezichtjes tegen. Nou, ik probeer in deze tijd dat stukje Rotterdam, dat stukje geschiedenis vast te leggen.